Hi beauty, we gaan vandaag deze supermooie look creëren. Dit is een beetje een bridal-achtige look. Als je dan tenminste geen wit aandoet, kan je deze look ook doen. Het is super glossy, mooi met highlighter en super veel glitter. En het opent je ogen, want het is super mooi wit. En er zit ook wit in de binnenkant van je oog. Dus ja, je krijgt echt van die engelenogen. Dus laten we lekker beginnen. En pak je spullen erbij als je deze look gelijk ook mee wil gaan doen. Eerst ga ik even mijn kwastenset laten zien die ik heb besteld, want die is super leuk. Het is van dit merk, maar ik heb het op AliExpress besteld en daar zaten best wel veel kwasten in, 24. Dit zijn ze. En deze ga ik allemaal gebruiken, super leuk. Ik doe de Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter, heb nummer 4. En die ga ik eerst even lekker aanbrengen om een mooie glow te creëren. En dan ga ik het met deze dikke brush lekker uitblenden. Deze primer gebruiken. Zet alles in de beschrijving trouwens erbij wat ik gebruik. Deze brush. En dan doe ik er een beetje product op. En dan ga ik het lekker uitblenden. Dan ga ik deze basis gebruiken. Dit is Kiko nummer 1 High Pigment Eyeshadow. Gebruik ik een soort platte blending brush. En daarmee ga ik even over heel het ooglid heen. En de rest veeg ik een beetje hierboven uit. Ik heb hier zo'n plateautje, daar doe ik een beetje fixing spray op. En dan gebruik ik deze angle brush om daarmee mijn eyeliner te maken. Ik pak even mijn spiegel erbij, anders zie ik natuurlijk helemaal niks van. En dan ga ik het vanaf het midden een beetje heel dun tegen de wimperrand aandrukken. En dan draai ik hem ook om, zodat het puntje naar beneden gaat. Zodat hij meevormt met je oog. Dus soms moet je je kwast even draaien voor de juiste graden, zeg maar. En dan gaan we hem omdraaien met het punt naar boven. Zodat hij juist zo mooi wegloopt in je wimperrand. En dan kan je hem zo mooi dun mogelijk aanbrengen. Nou, dit was essentieel. Nou ga ik recht in de spiegel kijken en dan bepaal ik waar die gaat lopen. En ik negeer totaal mijn hooded eye. En het maakt niet uit als het lelijk is, want we gaan het straks met zo'n doekje weghalen. Ik doe altijd een gedeelte van de oogschaduw nat, alleen met die natte. Zodat ik altijd nog een droge gedeelte heb, zodat ik gewoon mooi kan blenden. En hier ga ik dan op het einde ga ik blenden. En dan blijf ik op die lijn. Hij wordt dan echt heel dik en lelijk, als een Cleopatra. Maar dat verandert straks helemaal. En dan vervagen we het ook weer net niet in het midden, zeg maar. En als je dit wegveegt, moet je steeds een schoon stukje pakken, want anders wordt heel je gezicht vies. Want we werken nu echt met zwart. En zwart is een lastige kleur om
van je gezicht te vegen. Dus elke keer een nieuw deeltje. Zij heeft dus zo supermooi op de achtergrond een beetje brons lopen. En over haar oog is het vrij licht. En daar zit dan een supermooie soort glitter. En het lijkt een beetje blauw-groenachtig. En dat gaan we dan dus nu doen. Die ga ik heel even verhogen. En dat doe ik altijd door boven mijn rand uit met een soort contourkleur te gaan. En hiervoor moet je eigenlijk ook recht in de spiegel kijken om dit te kunnen doen. En je begint met heel weinig product, anders wordt het echt super intens en dik. Echt heel rustig opbouwen. Ik zo'n klein kwastje. Met deze kwast ga ik een lichte kleur aanbrengen. Ik gebruik tot nu toe dit Charlotte Tilbury palet. Dit is de Instant Eye Palette, Smoky Eyes Are Forever. En deze breng ik nu over mijn bewegend ooglid aan, deze lichte kleur in dat palet. Om een lichte onderlaag te maken. En ik breng dat ook helemaal hier aan, want hier is het ook helemaal licht, zeg maar. Bij haar. En genoeg vindt. Nou heeft ze daar op die achtergrond een beetje een warme tint. Ik gebruik gewoon die vieze kwast van daarnet die ik heb gebruikt om de basis te doen. Omdat dat dan vermengd raakt met elkaar, die twee kleuren. En dat werkt altijd het mooist, vind ik. Dat blendt heel mooi. Ik gebruik de bronzer van MAC, Give Me Sun. En met die ga ik dan zeg maar de achtergrond wat warmer maken. Net als hoe zij dat heeft. En daarmee maak ik het nog intenser met deze NARS blush. Dit is de Taj Mahal. En dan pak ik hem nog even net een beetje hier op het eind. Net als hoe je dat warmte zag. Alleen nog een waaier ook nodig. Ik spray dan met mijn ogen dicht en ik maak geen mimiek. Want wanneer je, stel je voor je hebt je foundation op en je sprayt en je gaat praten en al je mimiek maken, dan gaan die lijnen zich vertonen. Dus hou je gezicht gewoon helemaal saai en strak. En nu dus ook mijn ogen. Totaal niet bewegen. Daar zijn we weer. Hiervoor kan je twee dingen gebruiken. Een mooie glitter oogschaduw. Make a Wish van MAC. Een kerstcollectie als het goed is. Ik weet niet eens of je dat kan zien, maar hij heeft echt zo'n groene glow. Ik heb nog een leuke highlighter. Zulke dingen kan je dus ook gebruiken voor deze look. Deze is van Dior. En deze heeft een soort blauwe glitter. Blauwer. En we gaan die een beetje met elkaar vermengen. En die doe ik dan een beetje op. Doe ik deze, die andere. Die is wat blauwer. Ik doe even met mijn vinger eerst. Even deze platte kwast en met die ga ik even goed in de hoekjes hier zo. En dan pak ik echt die rand zo mooi mee en dan dip ik hem weer erin. Ga ik nog deze highlighter gebruiken. Deze is van Too Faced, Blinded by the Light. Echt een favoriet van mij. En dan ga ik het nog even wat intenser maken hier. Ik ga een wit oogpotlood aanbrengen. Deze is van Catrice. En die doe ik aan de binnenkant van mijn oog. Benefit Roller Lash. En dit heeft toch zo'n fijne borstel om lekker er doorheen te kammen. Het is echt alleen om het even zwart te maken, want die gaat natuurlijk wimpers opplakken. Die wimpers van AliExpress. Deze heb ik zelf nog nooit op gehad. Ik ben ook benieuwd of ze niet te groot zijn voor deze look. Maar zo zien ze eruit. Ze heten Cute. Maar ik maak eerst even een stempeltje.
waar ik hem wil hebben. Ergens hier al en daar al. Ja, precies. Alright. Nou moeten we natuurlijk wachten. Maar we gaan geen tijd verspillen, joh. We gaan gelijk foundation opknallen. Ik heb hier de Hourglass Ambient Soft Glow Foundation. En dit is de kleur 6.5, want ik wil lekker bruin zijn. En die zet ik dan op die ene kwast waar ik de Hollywood Flawless mee heb aangebracht. En dan ga ik lekker mijn gezicht inkleuren. Goed bij je neus. Zo. Ik ga alvast een wimper plakken. Ik zie dat die begint te drogen. Dit is dus de rechterkant. De andere gaat ook goed. Ik plaats ze altijd gewoon een beetje op mijn eigen wimpers en dan zet ik ze in plek. En deze tactiek is zo makkelijk, want hij plakt dan gelijk. Ja, dan zet ik straks wel mascara nog erop. Deze van Charlotte Tilbury. Ik heb hem in de kleur 2 medium. Dit doen we met wat ik die primer op mijn gezicht heb gedaan. Want ik wil heel precies werken nu. Ik wil hier, wil ik de lijn hebben. Zie hoe precies je met dit kan werken dan met zo'n dikke. En dan kan je hem lekker naar boven werken. Pak ik die andere brush met welke ik de foundation heb aangebracht. En dan blend ik het hier nog mooi uit. Zodat de scherpe lijnen er vanaf gaan. Kleine kwastje. Dan ga ik zo erin. En dan ga ik precies, als je zo doet, zie je je streep. En je moet daaronder blijven. Dan kan je je kaak dus accentueren. Snap je? Dan gaat je onderkin weg. Zonder plastische chirurgie. Dan creëer je zeg maar een soort illusie alsof je schaduw al hier is. Wanneer je dat hebt gedaan, pak je weer deze. Blend je het lekker naar beneden toe. Naar beneden, achter je oor. Onder je kin. Achter je oor en wat er over is op je oor. Zodat je oor niet wit is of rood of zo. Dat vind ik altijd zo niet mooi. Nu de Huda Beauty Concealer. Deze. Ik heb de kleur Cotton Candy. En met dit gaan we shapen. Girl, vergeet niet te liken en te abonneren. Want straks ga je het toch vergeten. Dus doe het gewoon nu, weet je wel. Want dat helpt. Je weet niet eens hoe erg dat helpt. Dankjewel! En dan pak ik deze angled brush. En met die ga ik heel mooi onder mijn eyeliner door. Zodat die mooi scherp gaat zijn. En dan naar beneden toe. Handige kwastjes. Vooral deze. Heel fijn. Hij is lekker dik, breed en interessant. Hiermee ga ik nog even verder spelen. Ik vind het wel leuk. Zo. Dan ga ik het even goed snijden hier. Dit noem ik snijden. Anastasia Snijder. Oh god, zo heet toch iemand? Oh nee. Nou, ik heb het nu wel een beetje laten settelen. En nu ga ik dus de kleine, schattige, petite sponsje pakken. En gewoon lekker op de plek blijven. Op deze manier. Van de foundation met de warmte. Dan vermengt het met elkaar.
volgens mij blijft dan wel op de plek. Je gaat niet alles ruïneren, zeg maar, ermee. Maar gewoon een beetje zo. Heb je nog je oude brush waar je die brons mee had gedaan. En dan kan je hem toch nog een beetje, nog wat erop zit, weer terugbrengen zelfs. Dus zo kan je gummen en ook weer erbij zetten. Dus zolang je gezicht nog nat is, kan je al die dingen doen. Wanneer je het afpoedert, is het klaar. Dan zit het vast, zeg maar. MAC Cosmetics. Dit is echt mijn lievelingsblush. En deze breng ik soms ook aan op mijn lippen. En dat gaan we vandaag ook doen, want dat heeft ze ook een beetje in haar lip. En deze breng ik dan aan met deze kwast. Die zit ook in dat setje. Deze heb ik nog niet gebruikt. En dan ga ik lekker hier. Zo. En hier. En deze blush kan je zelfs op de top, wanneer je afgepoederd hebt, kan je hem zelfs gebruiken. Dan maakt hij geen vlekken. Echt geniaal. Deze Hoola bronzer, karamel, onder mijn ogen aanbrengen. Hier. Heel luchtjes. Ik ga mezelf even afpoederen met Laura Mercier. Met een kleine puffje. Ik ga een beetje nog poederbronzer aanbrengen. Deze. Om mezelf warmer te maken. Kylie Blush in Kitten Baby. Die gaan we ook nog een beetje aanbrengen. Dan ga ik even zo lachen. De Benefit Brow Gel gebruiken. En ik kam alles omhoog. Ze heeft hele wilde wenkbrauwen daar. Je mag natuurlijk doen wat je zelf leuk vindt. Ik ga een beetje voor haar look, want het lijkt me gewoon leuk om een beetje die volle wenkbrauwen te creëren. Dus ik kam ze allemaal omhoog. Als wolvenharen. Hiervoor gebruik ik de Anastasia Beverly Hills Dip Brow in de kleur chocolate. En dan gebruik ik deze kwast voor dit keer. Ik ga het even proberen met deze. Normaal gebruik ik echt mijn favoriete brow definer van Douglas. Maar we gaan deze even testen. Kijken of het werkt. En dan gaan we haartjes tekenen. Dit is eigenlijk heel makkelijk. Je maakt gewoon alleen streepjes eigenlijk. Je moet alleen goed het product naar het puntje van het kwastje helemaal daar naartoe brengen. Zodat je gelijk zo'n lijn kan maken. Als het kwastje maar dun is, dan is het goed. Met een dikke kwast gaat het niet lukken. Hij moet een beetje puntig zijn. Een klodder. Laat hem even zitten. Kleine wimpers zijn echt heel lastig. De kloddertrend. En er zit soms echt wat proces in hoor. Make-up moet je gewoon van genieten als je het opzet. Je kan echt niet binnen 1 seconde klaar zijn.
dan is het niet zo leuk meer. Je moet gewoon lekker de tijd nemen. En dan wordt het echt heel mooi. Die highlighters aanbrengen. Even een beetje naar achteren met dat ding. Zo. En dan gebruik ik deze. Met deze heb ik ook een beetje glitter en zo aangebracht. Dus dat is altijd handig. Daar zit al iets op. En dan kijk, oeh, dat puntje van die neusie. Ja. Ja. Oh ja, mijn eerste video op TikTok was... Ik lig in een deuk, man. Een rare vogel, die Anastasia. En dan pak ik een van die andere blending brushes. En dan ga ik dat hier ook aanbrengen. Want ze willen echt zo'n mooie glow net als die vrouwen hebben. Oh yes. We want to shine. En ook onder mijn wenkbrauw. Oh, onder mijn wenkbrauw ga ik even een wat dunnere gebruiken hoor. Deze heb ik nog niet gebruikt. Dan kan ik wat preciezer werken. Kijk, dat is beter. Kleine plekjes, kleine kwastjes, grote plekjes, grote kwastjes. Toen onthoud je het wel in zo'n liedjesvorm. Weet je, hier. En ze had ook hier allemaal highlighter. Zag zo mooi uit. Zo flawless. Straks ga ik ook even mijn haar fixen. Ik heb nog 29% batterij. Bid voor mij, bid voor ons dat deze look af is. Binnen al die minuten. Ik gebruik trouwens deze fixing spray sinds kort. Was echt een aanrader door heel het internet heen. Nou, je voelt het wel echt ook opdrogen op je gezicht. Echt alsof het plakt. En het verdwijnt helemaal erin. Het is echt een heel interessant gevoel, moet ik zeggen. Ik ga deze kwast gebruiken. Hij is heel flauw, zeg maar. En met die ga ik even lekker over mijn schouder hier zo heen. Als ik zie wat ik doe in mijn leven. Want je wil natuurlijk een mooi schouder. Ik gebruik deze. Deze is echt mooi. Zo doe je dat zo. En dan heb je deze. En dan zijn we gewoon bijna klaar met deze look. En dan ga ik mijn haar los doen. Dan ga ik dat plukje zo zetten. En dan, ja. En ze hebben super mooie volle lippen. Ik niet. Maar ik doe gewoon faken. Met lipliner. Ik gebruik deze van Max Factor. Ik zie dat nummer niet meer. 330 of zo staat erop. Een beetje meer roze. Ga ik even deze lipgloss gebruiken van Kiko 05.